Hoi allemaal, het is weer tijd voor een nieuwe ervaring, maar voordat ik daarmee ga beginnen, even leuk is, ik heb nu sinds vandaag en gisteren echt gewoon hele mooie dialogen met een oud-Olympisch kampioen, schaatser, met een Belgische bekende zanger. Gewoon, gewoon hele mooie dialogen. Ik wil geen namen noemen, want ik weet niet of dat oké is. Maar in ieder geval, die zanger die zijn ervaringen vertelt. Dat is gewoon een witte man, maar misschien een niet typisch Belgische naam. Met de schaatser ook, die gewoon eerlijk durft te zeggen van... zijn gevoel en dat hij sommige dingen wel begrijpt en sommige dingen niet begrijpt. Maar dat hij het fijn vindt om blijkbaar mijn geluid te horen, om je te kunnen verplaatsen. En dat is eigenlijk wat ik ook wil. Hè. Ik heb niet de wijsheid in pacht. Het enige wat ik kan vertellen is wat ik heb beleefd vanuit mijn ervaring. Even terug naar die voorlichter die mij negeerde 2 minuten. Het kan ook misschien helemaal niks met discriminatie of racisme te maken hebben. Dat kan ook gewoon zijn, want die... gefixeerd was op degene met wie ik was. Dat kan. Dus het gaat ook niet om het waardeoordeel van dit is wel racisme, dit is niet racisme, dit is wel discriminatie, dit is geen discriminatie. Alleen, het ene voorbeeld is ook wat duidelijker dan het andere voorbeeld. Dus niet alles heeft een slechte intentie, maar het komt wel bij mijn slecht over. Vandaag heb ik een oud collega van mij, die is homo. Heeft dat ook nooit in? Ik maak ook dingen mee en dan zeggen vrienden wel eens tegen mij: ah joh, maak je niet druk. Of, ah joh, laat gaan. Dat is dus waar we naartoe willen. Als iemand zegt: het doet mij pijn, ik heb iets meegemaakt en het raakte mij. Wijf dat niet weg. Van, maak je niet druk. Ah joh. Maar neem het serieus. Want als je het zelf nooit hebt meegemaakt, kun je niet verplaatsen. Dan kun je niet... Dus het is te makkelijk om te zeggen van, maak je niet druk. Want je hebt het zelf niet ervaren. Dus je hebt daar geen gevoel bij. Dus dan moet je ook niet... je moet niet ijskoud zijn dan. Meer empathie tonen. Klein voorbeeld. Johan Derksen en René van der Gijp. Als het gaat om, ach joh, overdrijf niet zo, doe niet zo zielig, niet zo'n dunne huid. Kijk nu, de situatie. Maandag de uitzending Voetbal Insight is gewoon afgelast. Waarom? Omdat Wilfried Gené iets te hard was? Come on man, dan ook een dikke huid hebben. Niet alleen een grote mond hebben als het gaat over anderen, maar ook een grote mond hebben als het over jezelf een keer gaat. Als jij zelf een keer in het middelpunt staat en jij een keer kanonnen op je ziet afgevuurd worden, dan moet je ook een man zijn. Ja, dan is het makkelijk om huilie te gaan doen en verschrikkelijk allemaal. Nee. Als je 12 jaar lang al een man bent en iedereen schoffeert, iedereen, alle groeperingen, alle minderheden, het gaat er vooral om minderheden of naar homo's zijn of... transgenders of Marokkanen of Surinamers. Het zijn altijd de minderheden die aangepakt worden. Dan moet je ook... moet je niet zo laf zijn. Moet je niet laf zijn. Ja, tijd voor een nieuwe ervaring. Uitgaan. Voor veel mensen is uitgaan het leukste wat er is natuurlijk. Hè? Ik bedoel, maandag tot donderdag, vrijdag heb je school. En een vrijdagavond kon je lekker uitgaan, lekker laat maken, want je had weekend. De eerste keer dat ik uitging was ik een jaar of ik denk 17. Ongeveer 17 en dan ga je uit. Haartjes doen. Ik weet niet of ik toen al scheerde, want ik was best wel laat met baardgroei. Denk ik niet eigenlijk, nee man, ik scheerde veel later pas. Maar... kleertjes aan, broekje, net schoentjes. Dus
mij in die tijd echt had je van die bloesjes. Ik weet niet, die zijde bloesjes had ik altijd. Dat was echt in toen. Verschrikkelijk. Maar dan ging je uit. Meestal sprak je af met voetbalvrienden. Ik had veel Hollandse voetbalvrienden. Ik had ook wel Marokkaanse vrienden. Ik ging met iedereen om. Hè. Ik ging met Molukkers om, met Nederlanders, met Bosniërs, met Marokkanen, met Turken. Ik was een allemans vriend. Ik kon ook makkelijk, weet je wel, twee uurtjes was ik bij dat groepje. En dan was ik was echt zo'n, hoe noem je dat, zo'n salamander? Chameleon. Ik was echt zo'n chameleon. Ik manoeuvreerde me door tussen alle groepen. En dan kwam het. Dan ging je eerst uit, dan ging je naar een discotheek. Met de Marokkaanse jongens. Dan ging je naar de Zino. De Zino was in Tilburg in de discotheek. Dat was voor de echte, ik noem ze even Johnny's en Anita's. Dus de echte oorspronkelijke Tilburgers. De witte wel, witte niet Tilburgers. Die gewoon nou, lekker plat, heerlijk. En er waren ook heel veel multiculturele kleuren binnen. Dus echt gewoon ja, een beetje zoals Nederland eruit ziet eigenlijk. Gewoon lekker mix. Nou, daar kwam ik in principe bijna altijd op binnen. Er was een andere discotheek, die was 50-75 meter verderop. Die heette de Talk of the Town. Waarom ik deze naam niet noemen, die discotheek bestaat niet meer. Dus ze bestaat niet meer. Maar dat was de Talk of the Town. Nou, en over werd gesproken over de Talk of the Town. Ja, dan kwam je, want weet je, meestal als je uitging, had ook heel veel kroegjes of tenten. Dus het was in en uit. Dan ging daar naartoe, dan pak je weer wat eten. Dus Tilburg is echt gewoon ja, centraal. Je hebt een weg en allemaal dingetjes. Dus je zag elkaar altijd. Dus dan ja, kom je een groepje tegen. Jongens die je kent, gewoon Nederlands. Hé, nog ga je straks mee naar de Talk. Talk of the Town. Ja, natuurlijk al binnen geweest en zo. Meestal ook een rij al. Altijd een rij daar. Ja, tuurlijk ga ik mee. Maar je wist, maar de eerste keer, hè. De eerste keer, ik had wel gehoord van Marokkanen, moeilijk. Zijn de Marokkaanse jongens dan altijd, die gingen nooit, bijvoorbeeld, sommigen die probeerden niet eens. Er waren een aantal Marokkanen die wel altijd binnenkwamen, maar die hadden of flink voor je betaald, of kenden weer iemand die de manager kende of zo, weet je wel, die dan een bepaald kruiwagentje had. En anders kom je daar niet binnen. Maar ik dacht, oké, ik ga gewoon de eerste keer, weet je, ik probeer het. Ze staan niet rijden, weet je wel. Met de Nederlandse jongens, er zijn drie volgens mij, namen ze vieren. Dat gevoel. Er zijn maar weinig mensen die dat, ik bedoel, de mensen die wel eens geweigerd zijn, of vaak geweigerd zijn, die kennen dat gevoel. Het gevoel van, ja, alsof je voor de hemelpoort staat. Kom ik binnen of niet? Echt een zenuwachtig. Moet ik de uitsmijter van aankijken of niet? Ja, ik wel, ik kijk en dan lach ik. Ik hou van lachen. Niet lang aankijken nodig. Oké, weer even praten met de jongens, dat je ze echt goed kent. Dan ga ik overdrijven, sociaal doen. Ja, dan zie je weer iemand die je kent, die er naar buiten loopt. Hé, dat is goed. Om maar laten zien van, ik ben één van hun, ik hoor erbij. En die rij wordt steeds korter. Steeds korter. En het moment dat je, oké, vrienden, ik sta achter je vrienden heb, over naar binnen. Want het was altijd druk, hè, dus mensen eruit, mensen erin. En dan ik loop mee. En dan pats die hand zo voor. Sorry, wat ga je doen? Ik ben met mijn vrienden, ik ken jou niet. Ja, maar ik ben met mijn vrienden. Nee, vandaag alleen vaste klanten, jongen. Het was mijn eerste keer. Ik kon moeilijk zeggen, ik ben vaste klant. Ben ik niet. Dus ik heb toen de eerste keer ook geen... Ik zei, oké, is goed. Nou, die jongens gingen naar binnen. Ik ging terug naar de Zino. Naar mijn andere vrienden. Was dat trouwens wel een voordeel dat je meerdere vrienden hebt. Je bent nooit alleen. Maar op een gegeven moment... Ja, weer een keer proberen. Ik met zulke leuke verhalen. En de Talk of the Town was meer een plek voor. Hij zat een beetje overdreven, maar meer kakkers. Meer. Ja.
tegenovergestelde van de Johnny's en Anita's eigenlijk. En dan ga ik het weer een keer proberen. Wat ik irritant vond is altijd, ze wachten altijd tot je aan de beurt bent. Dus soms zit je echt gewoon een half uur in de rij te wachten. En dan pas krijg je het door. En de tweede keer was een excuus volgens mijn verkeerde schoenen. Ik had gewoon net schoenen. Maar, je bent dan 16, 17, 18, dus je puberjaren, je bent je aan het ontwikkelen als mensen. Dan denk je, het is maar uitgaan, maar dat zijn momenten dat je echt voelt, dat je hoort er niet bij. Jij komt niet binnen, zonder reden. En dat was echt wel heftig hoor, niet alleen bij mij, we spraken er ook over. Hè? Iedereen haatte die uitsmijter. Ik zal zijn naam niet zeggen, want misschien leeft hij niet eens meer, maar... Oh, ik haat hem zo erg. Nou, dat was echt... Ja, als het hebben over de macht, de hoge de macht, dat straalde hij uit. Het is mijn tent. Lachte nooit, behalve met bekenden als hij weer een handje opstook en fooi kreeg. En hij had de macht over wie binnenkomt of niet. En ik laat jou niet binnen. Punt. Nou, na een paar keer, nadat je 3-4 keer geweigerd bent, ga je in discussie. Ik bedoel, ja, ik ben niet van eerst journalist geworden, dus op een gegeven moment moet je wel met feiten komen. Dus na de 4e keer of zo, zeg jij, maar waarom kom ik niet binnen? Ik bedoel, hoe kan ik vast klant worden? Ik wil vast klant worden. Moet ik ergens een formulier tekenen? Jongen, ik heb nou geen tijd voor je, nu weg. Nee, ik ga niet weg. Man. Aan de ene kant denk je van, je zit jezelf echt geschud worden. Iedereen staat in een rij die denkt, die sukkel, die komt niet binnen. Maar op een gegeven moment denk je, het is nu klaar. Nee. Dus ik ging eisen waarom ik niet binnenkwam. Ik wilde gewoon goede argumenten hebben. Maar waarom kom ik dan niet, omdat ik maar aan ben? Heb ik ooit die problemen veroorzaakt? Nee, ik ben nooit binnen geweest. Waarom mag ik hier naar binnen? En dan negeert hij. Kijk, gewoon dwars door je heen. Ziet iemand anders die kent, gaat hij daarmee praten. Ik heb een keer een uur blijven staan. Een uur. Ik heb een uur. Drie kwartier een uur. Ben ik blijven staan. Op een gegeven moment was de rij wat minder. Het was toen volgens mij 2 uur 's nachts al. Ik zei tegen hem, ik ga niet weg. Voordat jij mij vertelt waarom ik niet binnenkom. En ik wil de manager spreken. Ik ga de manager niet spreken. Ik wil de manager spreken. Toen heb ik een keer was een bedrijfsleider, die was geroepen door een van mijn voetbalvrienden. Die zei tegen mij, kom maar een keer door de week langs, om te kunnen praten. Toen ben ik langs geweest, want het was maar donderdagavond. En die vertelde toen zo van, we hebben een streng deurbeleid. Want er zijn in het verleden wel eens problemen geweest. Dus we laten alleen jongens binnen die we kennen. Ik zeg, maar geldt dat voor iedereen? Nee toch? Ik bedoel, als iemand uit Rotterdam komt, die laat je hem toch ook gewoon binnen als hij blond haar heeft? Dus omdat ooit een Marokkaan heeft gevochten, moet je mij weigeren omdat ik Marokkaan ben? Dat kan toch niet? Dat was een goed gesprek. Toen zei hij, als je vrijdag komt, kom je binnen. Toen kwam ik binnen. En toen ben ik daar nooit meer geweigerd. En dat voelde voor mij echt als een overwinning. En ik weet nog die vrijdag dat ik in de rij stond. Ik keek hem weer aan. Ik lachte weer. En nog steeds wel fucking zenuwachtig in je hart. Nog een meter. Ik kom binnen. Nou, de eerste stapjes naar boven. Ja, je waant je echt alsof je... Ja, je hebt gewonnen. Je hebt de strijd gewonnen. Zo blij was ik. Meteen dansen, gek doen. Maar dat betekent niet dat je bij andere clubs ook binnenkomt. Want het was overal. Als we vooral in andere steden gingen. Dus wat op een gegeven moment, wat deed ik? Dan ben ik wel een stuk ouder. Dus ik maak even een sprongetje naar 21, 22. Ik studeerde al journalistiek. Als wij uitgingen naar een populaire tent, of nou in Amsterdam was of in Rotterdam. Ik stuurde altijd een mail. Vanuit mijn schoolmail. Aangeven student journalistiek. Ik kom zaterdag met 2 vrienden, maar we komen helemaal uit Tilburg, dus ik wil wel zekerheid hebben dat we binnenkomen.
Nou, kreeg ik altijd reactie terug. Met van harte welkom vaak, gewoon echt positief. Die mail print ik uit. Ik sta in de rij. Je wordt geweigerd. Trouwens, niet alleen geweigerd door Nederlandse uitsmijters, hè. Ook door Surinaamse uitsmijters, Turkse uitsmijters, Marokkaanse uitsmijters. Dus, maar zij bepalen dat niet, zij krijgen gewoon opdrachten van boven. Zoveel percentage dit of weet ik veel wat. Ik vond het dan altijd heerlijk om als, als we dan geweigerd werden. De vrienden met wie dan ook gingen altijd van, ah, nou, gaat het lukken. Gaat het lukken, gaat het lukken. Ja, ik heb toch een mail, joh. Komt goed, joh. Maar die angst, dat is heel raar, maar het onzeker gevoel is echt irritant. Het is echt dat je niet weet, daar heb ik het over, een discotheek naar binnen gaan vliegen, maar dat je niet weet of je wel naar binnen mag of niet. Heel die reis al van Tilburg naar Rotterdam, 3 kwartier in de auto, zit je al met stress. Je zit constant met stress. Kom ik binnen of niet? Hè? Om een avondje gezellig met elkaar door te brengen. Ja, natuurlijk wordt ze geweigerd. Ja, en dan pakte ik die mail uit mijn jas. Nou, en dan handtekening van die manager, Pietje Huppelpup, whatever. Nou, die ging dan een uitsmeter op, die ging naar binnen, even checken. Klopte, en dan kwam ik binnen. Dat was een overwinning. Maar toch denk ik dat dat deurbeleid, en ik hoor het nog steeds, ik ga nou ik ga al 10 jaar niet meer uit als het niet 15 jaar is. Maar voor opgroeiende jongeren is dat wel een issue, hoor. Want dat zijn de momenten, de eerste momenten misschien. In ieder geval een van de eerste momenten dat je het gevoel krijgt, ik hoor niet bij. Ik mag niet naar binnen, want ik ben niet goed genoeg. En je krijgt nooit een... Ja, er is geen argument te bedenken. Verkeerde schoenen of vast klant haat ik sowieso. Ja, hoe kan ik vaste klant worden als ik nooit binnenkom? Laat me dan binnen en dan ook vanzelf een vaste klant. Dat zijn... Ik weet ook niet hoe het nu is. Dus dat, ik hoor nog wel af en toe dat het nog steeds lastig is. Maar als ik nou nog naar een club zou gaan, ik kan nu mijn perskaart laten zien. Misschien dat zou helpen. Maar op de bonnen voor je eens naartoe gaan? Nee, man. Dat is echt... Het meest vernederende is als je in de rij staat, moet wachten, aan de beurt bent en dan het horen krijg jij niet. En iedereen achter je... Ja, je voelt je dan zo klein, echt zo klein. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Bedankt in ieder geval voor het kijken en morgen weer een nieuwe ervaring.